Op 27 augustus zal het startschot klinken voor de derde Groningen Swim Challenge. Tijdens deze ruim 33 kilometer lange zwemtocht wordt zoveel mogelijk geld opgehaald voor het UMCG Kankeronderzoekfonds. De tocht wordt gezwommen in teams. Elk team haalt €1500 op voor het goede doel. Dit jaar is er voor het eerst ook een city swim. Deze kortere tocht van 1,5 kilometer gaat door de grachten van de stad. Er wordt een record aantal deelnemers verwacht. Het is een stukje groter. Er doen nu een kleine 100 zwemmers mee die vanuit Zoutkamp naar Groningen zwemmen. En we hebben voor het eerst een city swim. Dat zijn mensen die een 1,5 kilometer door de gracht zwemmen. En die zamelen ook geld in, €100 per zwemmer, minimaal. En de hopen op zo'n 50 deelnemers. Dus uiteindelijk zullen er ongeveer 150 mensen in het water liggen. Waar dat er vorig jaar 70 waren. Dus het is een stuk groter geworden. Met de city swim moet de drempel om mee te doen lager worden. Het zwemmen van Zoutkamp naar Groningen is echt heel pittig. Het vergt echt heel veel training. En voor mensen die daar geen tijd voor hebben of het niet kunnen bolwerken of te laat beginnen, toch de kans te geven om ook het water in te springen en geld in te zamelen voor het goede doel, zijn we begonnen met de city swim. Het is net wat laagdrempeliger, zodat er nog meer mensen mee kunnen doen. De Swim Challenge is een grote uitdaging. Naast de grote afstand moeten teams minimaal 2,5 kilometer per uur zwemmen en vaak hebben ze de stroming tegen. Het is pittig, zeker omdat we ook de stroming tegen hebben. Dus als er gespuit wordt, als er water wordt geloosd op de zee, dan hebben we het zwaar. Vandaar ook dat er flink getraind moet worden. En als organisatie zitten we daar ook wel een beetje bovenop dat je een minimum snelheid moet kunnen halen als team. Want anders kom je gewoon niet binnen schema binnen. Maar het is echt een uitdaging, niet voor niets een challenge. Deelnemers doen er alles aan om geld bij elkaar te krijgen. Zo bakken ze taarten, staan op rommelmarkten of organiseren een loting. Vaak met een persoonlijk verhaal over kanker. Ze doen er alles aan om ervoor te zorgen dat er meer onderzoek gedaan kan worden. Er zijn een aantal deelnemers die zelf kanker hebben gehad en dat hebben overwonnen. Mensen die hun familieleden hebben verloren, die als vrijwilliger of zwemmer meedoen. En zelfs iemand die meedoet die haar man heeft verloren aan kanker vorig jaar. Dus er zit ook wel wat emotie bij. Op dit moment is er al meer dan €27.000 opgehaald. Het uiteindelijke doel is om €75.000 op te halen.